Goedemorgen! Vandaag gaan we voor onze ochtendgymnastiek een klein beetje zot doen. Doen jullie mee? We beginnen met gewoon onze allergekste, belachelijkste dansmoves boven te halen en keihard te shaken. Hoe gekker, hoe beter. Als tweede ga je gewoon hoog in de lucht springen, de grond tikken en dat doe je 10 keer. Voor de derde opdracht neem je er een knuffeltje bij. Ik koos voor een wortel. Toepasselijk, hè? En je gaat deze onder je benen doorhalen. Doe dit ook 10 keer. Als laatste opdrachtje gooi je je knuffel in de lucht, klap je onder je benen en vang je dan weer je knuffel op. Doe dit ook 10 keer. Ik ben opgewarmd. Klaar voor de eerste opdracht van vandaag? Hallo! We beginnen de dag vandaag met op 5 verschillende manieren een tekening te maken. We gaan 5 tekeningen maken van eenzelfde dier, maar we gaan elke keer iets veranderen aan onze manier van tekenen. De eerste keer gaan we gewoon tekenen met onze goede hand. De tweede keer gaan we tekenen met onze slechte hand. De derde keer gaan we tekenen met onze mond. De vierde keer gaan we tekenen met onze tenen. En de vijfde keer gaan we gewoon geblinddoek tekenen. Ik heb hier een aantal kaartjes voor mij met de dieren op. Een kat, een slang, een nijlpaard. Ik ga deze zo meteen in een potje stoppen. Ik grabbel er eentje uit en dat is het dier dat ik ga tekenen. Maak ook een aantal kaartjes en doe net hetzelfde als ik. Zo eindigen we met een dierentuin aan gekke tekeningen. Benieuwd hoe ik het gedaan heb? Kijk vooral verder. Ik ga de camera even beter zetten.
een prachtige giraf heb ik getekend. Die met mijn goede hand en mijn slechte hand, die gingen eigenlijk wel supergoed. Maar wat deze andere drie wezens zijn, dat weet ik niet. Ah ja, we gaan trouwens een kleine challenge doen. Wie krijgt er het meeste potloden of stiften tussen zijn tenen? Stuur een foto van jou in en we zullen kijken of je van mij kan winnen.